Vanuit zijn woonaark in Amsterdam is Hans van der Tocht, 76, met spoed naar het AMC-ziekenhuis vervoerd, na een TEA. De voormalige presentator vertelt aan Story over zijn angstaanjagende ervaring. Afgelopen donderdagmiddag onderging de eens zo stralende presentator Hans van der Tocht een snelle rit per ambulance naar het ziekenhuis. Daar werd na onderzoek een lichte beroerte, oftewel een TEA, vastgesteld. Zo deelde hij later mee aan Story. Ik werd midden in de nacht wakker, rond twee uur, en kon niets meer, deelt Hans met Story. Ik was compleet in de war. Niets functioneerde meer, ik kon niet bewegen. Ik probeerde mijn telefoon te bereiken, maar zelfs dat lukte niet. Maar ik dacht bij mezelf: dit gaat wel over, het zal een incident zijn. En ik ben weer in slaap gevallen. Bij het ontwaken leek alles normaal, zelfs een wandeling met zijn hond was mogelijk. Hans vervolgt: Dat ging wel, maar ik was ontzettend wankel. Ik dacht alleen maar: wat is er met me gebeurd? Wat is er in Godsnaam aan de hand? Gelukkig werd op dat moment een familielid ingeschakeld dat onmiddellijk hulp inschakelde. Ik ben naar mijn neef gelopen die hier om de hoek woont. Hij keek me aan, schrok enorm van mijn blik en belde meteen 112, waarna de ambulance arriveerde. Met loeiende sirenes werd Hans naar de neurologieafdeling van het AMC gebracht, waar werd vastgesteld dat hij een TEA had, veroorzaakt door een stolsel in een bloedvat in de hersenen. Hoe het verder met Hans ging, is te lezen in het nieuwste nummer van Story, dat vandaag in de winkels ligt.